Een extraatje van mijn kant. En ik ga het over twee dingen hebben. Ten eerste had ik beloofd al een tijd geleden dat als ik Dark Souls 3 ging spelen, dat ik dan een beetje af en toe zou vertellen hoe het me gaat. Het gaat kut. En ik ga het hebben over GTA 5, DLC, bla bla bla, gelul, hype, weet ik allemaal wat. Maar dat straks. Laten we even beginnen met Dark Souls 3. Ik speel hem nu sinds dit weekend. En jeetje mine allemachtig, ik mag niet vloeken, maar ik doe het wel. Wat een scheid moeilijke game is het geworden, zeg. Komt er gewoon eigenlijk bij dat ik niet goed genoeg ben. Ik heb ook veel moeite van bijvoorbeeld de Division, wat ik helemaal heb doorgespeeld, dag in dag uit. En dan moet ik overstappen en dan zitten bepaalde knoppen, die zitten gewoon anders. En dan druk ik de hele tijd op de verkeerde knop. Ik heb gewoon net niet die goede actie. Ik raak vrij snel gewoon, ga ik lopen ram op die button. Terwijl je heel rustig moet streven en koppeltje duiken, al dat soort shit. En je kent het wel. De hele tijd gewoon een bepaald stuk kunnen en dan komt er één grote dikke gast met een dikke hamer. En dan kom ik gewoon niet langs. Dan kom ik gewoon niet langs. En iedereen raadde me aan een ridder te nemen en ik gebruik een walkthrough van een gast die hem heel goed doorspeelt, ook zonder maar gewoon uit te leggen wat je zou kunnen doen. Maar al die gasten gebruiken een fucking warrior met een bijl die veel sneller is. Dus bedankt voor al die tips dat ik nu met een fucking ridder zit die gewoon veel te traag is. Dus ik ben nu aan het grinden, gewoon de hele tijd zelf stukje om dus maar op te levelen en dan maar zoveel mogelijk strength te bouwen. Zodat ik in ieder geval die dikke gast dan wel met één klap doorkom. Ik ren er nu wel voorbij, maar dat voelt toch gewoon wat minder goed aan. Maar in ieder geval, het is een soort sadomasochisme die toch wel weer leuk is. Nog maar één keer met mijn controletje gooien. Toen werd mijn vriendin echt super pissig, want dat zouden we niet meer doen. Ik gooide hem ook echt tegen de kast aan. En die controle die bleef goed, maar die kast daar zit nu echt zo'n stuk hout uit. Dus dat is wel lelijk. Maar goed, anyway. Maar wat nu echt precies laat zien hoe ik de wereld van Dark Souls en de mechanismen achter Dark Souls niet ken. Ja, echt, ik heb het al getweet, maar iedereen ging echt helemaal kapot over. Je komt op een gegeven moment natuurlijk al vrij snel in die grot met die chick. En dan heb je die oude chick waar je dingen kan kopen. Die chick waar je dus kan levelen. En je hebt dus de smid. En dan was ik even helemaal vergeten dat je die ook nodig hebt. Dus ik loop daar rond. Al in mijn totale panische van, oh god, iedereen die bij me in de buurt komt, die ram ik onmiddellijk dood. Dus ik zie die gast met die baard met een hamer. Ja, fucking hell, als je een hamer hebt, dan kan je een klap krijgen. Dus ik gaf die gast een paar flinke hoeken met mijn zwaard. En tot mijn verbazing deed hij niks terug. Hij zei alleen maar, auw, wat doe je nou, weet je wel. En dan denk ik van, oké, maar hij krijgt wel een rood lijntje. Dus ik denk, ja, het is toch een vijand. Het is een beetje een domme vijand. Dus ik hak hem helemaal dood. Waardoor ik er dus op een gegeven moment achterkom van, fucking hell, ik kan nu gewoon niet meer mijn wapen. Dus ik denk van, oké, dan ga ik gewoon terug. Dan ga ik gewoon dood en dan restart de game weer op, weet je wel, op je bonfire. En dan is hij er weer. Nee, hij is hier gewoon niet meer. Je kan hem wel terugkrijgen, schijnt, maar er is niemand het over eens. Want ik ben niet de enigste loser die dat doet, hoor. Echt, ik googelde en er waren meer mensen, oh my god. En dan een heleboel mensen van, haha, wat ben je een moron. Het schijnt dat je wel een soort van fountain of sin hebt, of een plaats waar je dan dat kan vergeven. Maar dat is echt een heel stuk verderop in de game. En hoe kut dat ook is, ik moest dus gewoon helemaal overnieuw beginnen. Met een nieuw character en dan die smid laten leven. Vind ik het toch wel tof. In die zin van, games zijn vandaag de dag eigenlijk gewoon veel te vergeeflijk. Van, je hakt gewoon alles kapot en als het een fout is, nou ja goed, dan restart je en dan staat alles er weer. De replay button, bij wijze van spreken, de rewind button in race games. Het is allemaal gemaakt zodat het niet te moeilijk is, zodat zoveel mogelijk die mensen gaan die game gaan kopen. En hier leer je nu gewoon van, iedereen zei dat ook in de chat, van why the fuck kill je een NPC die friendly is, weet je, waarom? En dat is natuurlijk ook zo, waarom sla ik die gast daar? Hij zegt toch drie keer van, auw, wat doe je nu? Maar ik zit in die manie van alles wat voor mijn zwaard komt, dat sla ik dan. Nou, in ieder geval, ik ben weer helemaal overnieuw begonnen. Ik ben nu al een stuk verder. Ik speel het echt maximaal een uurtje per dag. Want ja, op een gegeven moment dan ben ik zo, zit ik zo vol met adrenaline, dan moet ik echt stoppen. En dan werkt het ook niet meer, je moet rustig zijn. Maar ik vind het weer wederom een sadomasochistische, maar toffe ervaring. Dan GTA 5. Laatste week opeens weer allerlei geruchten over dat er een single player DLC zou aankomen, à la de laatste GTA, Liberty Cities, een soort episode, dat je dan in San Francisco kon spelen en nog een andere buurt, bla bla bla. En de bron was, hou je vast, een Griekse website. Hoe de fuck kan een Griekse website, zou die dat kunnen weten? Alles kan natuurlijk, maar je weet het, Rockstar is echt Fort Knox, daar komt niks naar buiten. Dus no way dat ze dat van het internet hebben geplukt. Dat dan, wie weet is er een of andere corrupte medewerker in Griekenland van Rockstar. Maar ook dat lijkt me stug. Want ik weet dat als een Rockstar medewerker dat doet,
dat hij dan echt wel de advocaat achter zijn broek heeft. Dus het feit dat het van die vier vage YouTuber kwam, dat zegt mij dat dit weer een hoop hype is en een hoop wishful thinking. Want ik denk dat we allemaal heel graag DLC singleplayer content willen. En toen zat ik me opeens af te vragen van gaat het nou wel of niet komen? En er zijn te veel geruchten dat het misschien wel zou komen. En kijk, ik weet het niet, maar ik heb wel zo'n gevoel van stel dat het gaat gebeuren. In die stilte rond Rockstar, eigenlijk al 2 jaar lang. 2 jaar lang, ja, ze doen natuurlijk al heel veel multiplay. Maar als jij, weet ik wel, 30, 40, 50, 60, 70, weet ik veel hoeveel miljoen er zo'n hebben van verkocht. Weet je hoe groot de klapper een singleplayer DLC gaat zijn? En dus zou het best kunnen, maar dat is echt mijn speculaas. Dus nogmaals, niet dat ik het weet of dat ik weer mensen van Rockstar over de vloer krijg. Dat ik iets zeg wat niet mag. Maar stel dat het nou zou gebeuren, dan heb ik zo het vermoeden dat zij met iets bezig zijn. Of ze zijn gewoon met een nieuwe game bezig. Maar het kan best wel zijn dat er een team bezig is met DLC die een nieuwe standaard gaat zetten. Echt gewoon een hele pittige DLC. Misschien wel gewoon 3 tientjes met wat eigenlijk al net zo groot is als een game. En die dan gewoon in 1 keer gewoon er is. Gewoon weer een toffe aankondiging. En dan denk ik van hoe fucking wreed zou dat zijn? Want GTA 5 is natuurlijk een beetje net op die overgang naar Next Gen gekomen. En er valt nog zoveel te winnen voor hun. Met de technieken die al verbeterd zijn. Wie weet virtual reality. Ik zou het allemaal niet weten. Maar dan denk ik van als Rockstar het doet. Als Rockstar met DLC zou komen. Singleplayer. Dan gaat het wel echt een standaard inleveren. Dat het bijkans bijna gewoon een nieuwe game gaat zijn. En ja, ik voel dat best wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Maar dat is gewoon een beetje een soort van, als ik Rockstar was, dan zou ik dat doen. Maar goed, we gaan het meemaken. Niet op de E3. Ik zeg altijd, we gaan het meemaken op de E3. Maar Rockstar doet gewoon helemaal niks op de E3. Dus daar gaan we het niet meemaken. Maar ja, wie weet. Maar goed, die bron uit Griekenland, die is gek. Dat weet ik wel.